ja, dat je het kan delen en dat je het samen kan dragen. En het gevoel dat je er niet helemaal alleen voor staat. Ja, we zijn hier bij de Toltuin. Ik ben hier om eigenlijk inspiratie op te doen. Samen met andere ondernemers. En ik vind het heel fijn om andere ondernemers te spreken over wat hun bezighoudt. En daar herken ik mij natuurlijk heel erg in. Vandaag is het de eerste vrijdag van de maand. Dus we hebben vandaag een event met de ondernemers van het Toltuin Bovenkamer Netwerk. En vandaag is Anke Sitter dagvoorzitter. Maar zij gaat vertellen over de donut-economie. Ik noem het wel eens zelfstandig ondernemen, met zelf doorgestreept samenstandig ondernemen. Dus waarbij je met alle ondernemers samen, laten we zeggen, samenwerkt aan, ja, aan iets moois. Nou ja, wat je als ondernemer hier aan hebt, is nou, zeker in mijn geval ZZP'er, en hier zitten vooral veel ZZP'ers, is het gewoon soms lastig omdat je geen collega's kent. En daardoor is het... Ja, is het lastig om ook te gaan sparren met collega's, omdat je ze niet hebt. En ja, voelt het als meer een groepje collega's bij elkaar. En dat maakt het ja, dat je het kan delen en dat je het samen kan dragen. En het gevoel dat je er niet helemaal alleen voor staat. Dat is fijn, dat is een fijn gevoel. De insteek van de events is niet dat, dat ik alles ga organiseren. Het is niet mijn feestje, absoluut niet. Het is ons feestje. En hoe mooi is het dan dat elke ondernemer eigenlijk zelf iets kan inbrengen. Dus in dit geval is Anke, wie ook onderdeel is van het netwerk, die vertelt iets over haar, haar passie en haar drijfveer en haar bedrijf. En het mooie is dat daar vanzelf weer iets uitkomt en dan krijg je een gesprek en dan komt iemand anders en dan ga ik de volgende keer daarover vertellen. Ik denk dat de Toltuin bijdraagt aan de leefbaarheid van de Achterhoek door mensen te verbinden. Mensen te laten zien dat het anders kan, los van wat je ervan vindt. En vooral meer vanuit je gevoel, vanuit je persoon, gewoon vanuit je ik doen. Het Nobefonds heeft mij geholpen, of mij eigenlijk, de ondernemers geholpen, om gemakkelijker, laagdrempeliger hier naartoe te kunnen komen. Flexplekken bestaan natuurlijk al, biedt ook flexplekken aan. Alleen ligt er natuurlijk ook een financiële drempel altijd. En een flexplek kost geld, die kost mij ook geld. En met het Nobefonds heb ik eigenlijk een samenwerking overeengekomen dat niet ik krijg het geld, maar de ondernemer die hier voor de eerste keer wil komen, ervaren, proeven. Die hoeft niks te betalen, die kan gewoon komen, ervaren, proeven en het Nobefonds betaalt die eerste keer.